Hallo, ik ben Rijn en in deze review neem ik je mee naar een van de meest professionele machines op het gebied van consumenten koffievolautomaten. Het is de WMF 1000 Pro S Barista. Als we de WMF Pro S uit de verpakking hebben gehaald, dan zien we een schitterend apparaat staan. En ja, je kunt wel zien, dat zijn de apparaten die je ook tegen zou kunnen komen in een professionele koffiewinkel of een professioneel restaurant of café. Daarnaast zien we natuurlijk een doosje met daarin de gebruiksaanwijzing, een garantiekaart, garantiebewijs, onderhoudstips. Hiervoor, daar ligt een waterfilter met een adapter. Hier een flesje met vloeistof om het melksysteem te kunnen reinigen. Hiervoor ligt de multitool voor het onderhoud. Dan ligt hier de zogeheten WMF melklans. En dat is erg handig om die zo in een pak melk te kunnen steken. Daarachter ligt een grote lange ragger. En daar maken we onderdelen mee schoon. En hiervoor ligt nog een doosje met kleine ragger. En dat is voor kleinere onderdelen. Dan ligt hier de stoomnozzel. En hier ligt nog een extra tuutje voor aan het melkslangetje. En dat extra tuutje dat gebruik je bij gekoelde of ongekoelde melk. En het ene voor gekoeld en het andere voor ongekoelde melk. Verder ligt hier nog een kwastje om schoon te kunnen maken. Hier is vet voor de afsluitringen. Hier ligt de reinigingstabletten. We hebben natuurlijk een snoer. En verder hebben we nog het lekbakje. En dat lekbakje moeten we natuurlijk hier plaatsen. Alvorens we de WMF Pro S kunnen gaan gebruiken. Als we de WMF 1000 Pro S van wat dichterbij bekijken, dan zien we duidelijk dat we hier te maken hebben met het topsegment vol automaten. Je kunt de WMF 1000 Pro S dan ook gebruiken voor een klein kantoor, want de capaciteit is gebaseerd op zeker 50 koppen per dag. Wat je ziet gelijk is dat we hier ook te maken hebben met een soort office uitvoering, want we hebben hier een accessoire erop gezet. Dat kun je er apart bij kopen en dat vergroot de capaciteit van het bonenreservoir enorm. Verder is de 1000 Pro S uitgerust met een warm voorverwarmd plaat. Hierbij worden de kopjes zachtjes voorverwarmd, maar ze zijn in ieder geval niet meer ijskoud als je ze eronder zet. En dat vergroot natuurlijk aanmerkelijk de temperatuur van de koffie straks in de kopjes. WMF is eigenlijk bekend om zijn one-touch systeem, ook wel bullseye genoemd. Hiermee, met deze enkele knop, kun je eigenlijk elke koffievariant maken die je in gedachten had. En verder kun je met deze vier knopjes de diverse programma's regelen. Met dit knopje stel je echt kiezen een programma en met deze twee knopjes blader je door dat programma heen. En de oranje lampjes die erboven staan, die geven de functionaliteit aan die ze hebben als je niet in de menustructuur zit. Verder valt op aan deze 1000 Pro S dit rondje hier. Daarmee kun je maar liefst twee kopjes tegelijkertijd met hete stoom voorverwarmen. Nou, dit is het waterpijpje, daar komt warm water uit. Maar dat pijpje gebruik je ook als je bijvoorbeeld het melksysteem op een hele eenvoudige manier wilt reinigen. Dan haal je van de melkkan het slangetje af, je stopt dat hierin, je kiest het programma melksysteem reinigen en klaar is Kees. Wat we verder nog zien is, waar ik dan nu ook dat slangetje in duw, is het melkreservoir wat ernaast staat. Hier doe je gewoon een heel pak melk in. En met deze unieke lans, die ik eigenlijk nog niet eerder bij een koffiezetapparaat gezien heb, wordt deze melk uit het pak gehaald. En dat is wel zo hygiënisch, zeker om te reinigen. Dit is natuurlijk het lekbakje met een behoorlijke capaciteit. Bij een machine met een hoge capaciteit hoort natuurlijk ook een grote residubak. Je ziet, hier kunnen heel wat kopjes koffie mee gezet worden, voordat die geleegd moet worden. En natuurlijk ook een groot waterreservoir. En ook dat is stevig aan de maat. Aan de bovenkant hebben we dan nog een deksel en dan komen we eigenlijk bij het hart van de machine, het zetsysteem. Het zetsysteem kun je er heel makkelijk uithalen en dat maakt eigenlijk WMF toch ook wel uniek, want dit kan je helemaal mooi schoonspoelen en het is echt het hart van elke WMF volautomaat. En dan hebben we hier nog een klepje.
En dat geeft toegang tot een speciaal reservaatje voor eventueel DKV. Wat de WMF 1000 Pro S verder nog heel erg aantrekkelijk maakt, is het kunnen heetstomen van de kopjes. En dat kan bij deze machine met twee tegelijk. We drukken dit knopje wat langer in. En je hoort het al. Ik zal even wat stoom laten zien. Je ziet het eruit komen. En de kopjes zijn warm en klaar voor gebruik. En deze machine kan, als een van de weinige machines die ik ken, twee Latte Macchiato's in één keer maken. En dat gaan we gewoon even doen. Het reinigen van ook deze volautomaat blijft een tijdrovend klusje. En wat bovendien jammer is, dat de fraaie melkkoeler niet standaard wordt meegeleverd, maar apart moet worden aangeschaft. De WMF 1000 Pro S Barista behoort tot de weinige volautomaten die zelfs twee latte macchiato kan zetten in één keer. Zoek jij een topkwaliteit volautomaat met een capaciteit van maar liefst 50 kopjes per dag? Waar je de kopjes op kunt voorverwarmen en nog eens extra verwarmen middels de Steamjet. Waarin je koffie, cappuccino, espresso en latte macchiato kunt zetten en maar liefst twee tegelijk. Dan is de WMF 1000 Pro S Barista voor jou de ideale keuze. Wil je de WMF 1000 Pro S Barista aanschaffen? Ga dan naar koffiecenter.nl of be. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende review.